Het nieuwe radioprogramma van Jeroen van Inkel bij omroep Maxima Heetje Dag Is Goed, de opvolger van Wekker Wakker, zal vanaf dinsdag 2 januari elke ochtend tussen 7.00 en 10 uur te horen te zijn. De 56-jarige DJ maakte dit bekend op NPO Radio 5. Eerder werd duidelijk dat de huidige ochtend Wekker wakker. Stopt vanwege het vertrek van Henk Mouwen, de 65-jarige presentator gaat met pensioen. Mede-presentator Manuela Kemp gaat na de jaarwisseling samenwerken met Henk Jansmiets in het nieuwe avondprogramma De Maximaal. Bij Mpo Radio 5 gaf Van Inkel een eerste reactie. Het voelt alsof ik voor een orkest sta met allemaal nieuwe muzikanten. Dit programma op Mpo Radio 5 geeft mij ontzettend veel mogelijkheden mijn luisteraars enorm te verwennen.